Een auto is maandagochtend rond 11 uur ondersteboven op de Energieweg in Nijmegen beland. Dat gebeurde na een botsing tussen twee voertuigen. Het ongeval gebeurde stadsuitwaarts ter hoogte van de Macro. De linkerbaan was tijdelijk niet te gebruiken. De bestuurder wist zelf uit de auto te komen, maar voor de zekerheid werd wel een traumahelikopter opgeroepen. De bestuurder kwam er met lichte verwondingen vanaf en werd daarvoor in het ziekenhuis behandeld. Waarschijnlijk was hij de enige inzittende van de auto.